Dit is Kevin, een zesdejaars leerling ruwbouw zoals je er duizend hebt in Vlaanderen. Kevin slaapt graag uit, gamet, is verknocht aan zijn smartphone, soms meer dan nodig, en vindt vrienden het belangrijkste in zijn leven. Als je hem vraagt of hij later bouwvakker wil worden, antwoordt hij naar waarheid: dat weet ik niet. Zeker in het westen van het land niks te hoog opliepen. Er ligt nog altijd een laag drukgebied over Centraal Europa. School is niet echt zijn ding. Kevin weet dat hij school nodig heeft om een stap vooruit te zetten in zijn leven, maar het gaat moeilijk. Daarom is hij blij met het nieuwe systeem van duaal leren. Kevin krijgt zo de kans om de helft van zijn opleidingstijd op de werkvloer te leren. En dat zint hem een pak meer. Op school krijgt hij begeleiding om de theorie te leren en de eerste stappen in de praktijk te zetten. Op zijn nieuwe werkplek is het even ademhappen. Zoveel nieuwe indrukken, mensen, regels. Zo zal hij dadelijk te horen krijgen dat hij zijn helm op moet zetten bij het betreden van de werf. Kevin doet zijn best, maar merkt dat de manier waarop deze oude rotten in het vak actief zijn in hun job nog niet aan hem besteed is. Gelukkig kreeg hij een mentor toegewezen. Na een opleiding bij Constructive weet die wat hij moet doen met zo'n jonge gast. Niet alleen heeft hij de overstap van school naar bedrijf begeleid, hij heeft ook een plan met Kevin. Een plan om van hem een goede bouwvakker te maken. Samen met de begeleider van de school maken ze een plan op om Kevin zoveel mogelijk de kans te geven tot leren. Op de werkplek maakt hij kennis met de ruime mogelijkheden van het werken op een werf. Hij merkt dat het tempo, de samenwerking, de afwerkingsgraad en de communicatie heel anders verloopt. Kevin merkt dat hij wat hij op school leerde op zijn werk kan uitvoeren. En dat verandert veel. Regelmatig zitten Kevin, zijn begeleider van school en de mentor samen. Dan wordt er gekeken naar de werkhouding en attitudes en naar het verwerven van de technische competenties. Dit is geen gesprek over Kevin, maar met Kevin. En zo hoort het ook. Omdat de bedrijven van morgen geschoolde en gemotiveerde Kevins kunnen gebruiken. Omdat Kevins van morgen geëngageerde en gemotiveerde bedrijven nodig hebben. En uiteraard de selfie niet vergeten.